Een meisje van 14 jaar, een puber, moet veilig zijn in haar omgeving. Ze moet ervan uit kunnen gaan dat zij niets te vrezen heeft van haar moeder en stiefvader. In plaats daarvan hebben ze haar onder invloed van speed behandeld op een manier die niet zou misstaan in een horrorfilm. De mishandeling van Natasja vond plaats in een woning aan de Schapersstraat in Veendam eind juli vorig jaar. Het meisje werd zowel door haar stiefvader als door haar moeder meerdere malen opgesloten in een vrieskist. Tegenover de politie verklaarde ze destijds het volgende. Ik moest er zelf in klimmen. Eerst had ik nog wel kleren aan, daarna niets meer. Had ik alleen een onderbroek aan en een topje. En op vragen over hoe zij daar dan in zat, zegt Natasja: gewoon, helemaal in elkaar gedoken. Heel bang, eng, bang dat ik het niet zou redden. Maar daar bleef het niet bij. Zo werd ze regelmatig vastgebonden op de eettafel en bij wijze van shocktherapie onder stroom gezet. Tijdens het verhoor verwijst ze aan waar ze allemaal geraakt is door de stroomdraden. Op haar hoofd, haar buik, haar rug, haar bovenbenen, haar voeten. Ze beschrijft ook dat de stroom geregeld uitvalt en dat dan naar de meterkast ging en dat de stekkers het dan weer goed deden. Peter O. en Harriet P. hoorden het verhaal van de officier van justitie vandaag onbewogen aan. Ze worden verdacht van poging tot moord en het met voorbedachte raden toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ik kan niet in hun zielenroersel kijken natuurlijk, maar als je dit ziet, wat hier gebeurd is, dan snap ik de deskundigen die zeggen er moet maar één ding met beide gebeuren. Ze moeten langdurig behandeld worden, want dit mag nooit weer gebeuren. En dus werd er naast een celstraf TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is over 2 weken.